Ik ben Esmee. Ik ben 11 jaar, zit op de vliegveld in 7B. Het leukste hier was het elftal. En wat ik hier geleerd heb, is dat ik niet meer bang ben om te falen als ik voor een groep ga staan. En dat was het. Dat was hier ook gezellig. Ja. Ik ben Lindsay. Ik ben 11 jaar en mijn hobby's zijn handballen en knutselen. Het leukste hier vond ik Renjerot. En ik heb hier geleerd om voor mezelf op te komen. Doei! Ja. Hallo, ik ben Dille. Ik ben 11 jaar. En mijn hobby is voetbal. En wat ik hier heb geleerd is rekenen. En wat ik het leuk vond is marktplaats en dat je bij elkaar in een goal mocht schieten. Doei! Hallo allemaal, ik ben Naila en ik zit in een notenkraker. Mijn hobby is waterpolo en wat ik hier heb geleerd is om mijn mening te geven. En het leukste vond het was het ballpoint te maken. Oké. Dag. Begin maar. Hallo, ik ben Armin. Ik ben 10 jaar. En ik zit in Play for Success. Ik ben daar gekomen omdat ik heel veel met dingen moeite heb. En toen ik bij Play for Success kwam, toen heb ik mij met mijn moeite wat een stuk beter geleerd, want ik had heel veel moeite. Dus, maar bij een opdracht deden we lip dip. En daar wist ik wat het was, dus toen wist ik het. Toen leer ik wel heel veel dingen, zoals PowerPoint maken en wat nog meer leuke opdrachten. Maar ook, ik heb ook geleerd om samenwerken, want ik vind samenwerken best moeilijk. Dat is mijn verhaal. Ja. Hallo, ik ben Lisa. Ik ben 10 jaar oud en bijna 11. Mijn lievelingskleuren zijn geel, paars en lichtblauw. Hier, ik heb de leukste opdracht hier was lip-dub. En ik heb hier metriek stelsel geleerd. En ik heb geleerd hoe ik voor mezelf moet opkomen. Doei! Ja. Hoi, ik ben Ilaida. Ik ben 11 jaar en wat ik hier het leukste vond is lip-dub. En wat heb ik hier? Ik heb hier geleerd met zelfvertrouwen. Doei! Oeh. Hoi, ik ben Demi. Ik ben 11 jaar oud. En ik zit hier bij Game for Success omdat ik heel veel moeite heb om dingen te doen. En dat is bijvoorbeeld voor mezelf opkomen. En en dat vriendschap te behouden en met andere mensen contact te maken. En dan met anderen samenwerken die je helemaal niet kent. Daar heb ik een beetje van geleerd. En ik heb er best wel van geleerd. En hier ga je ook hele leuke dingen doen. Dus dan is het ook super leuk. En je gaat bijvoorbeeld, dat hadden wij gedaan, een lip-dub. En we gaan nog leukere opdrachten doen. En we hebben twee ADO-spelers ontmoet en dat is wel echt super leuk. En ik heb er super veel van geleerd, maar ik hoop dat ik hier nog wel blijf, want het is wel heel leuk. En dat was doei keel. Ik ben Romeisa, ik ben 11 jaar en ik zit op hockey. Ik heb hier veel geleerd, bijvoorbeeld zelfvertrouwen en het leukste vond ik Renjerot. En doei. Ja. Ik ben Devon, ik ben 10 jaar. Ik zit op basisschool Notenkraken en ik vind het heel leuk hier. En ik heb heel veel geleerd. En wat ik het leukste vond is lip-dub en het circuitje.
Dat is met voetbal, skippieballen en ringgooien. En het lipdip, dat is dansen. En dansen met een filmpje gemaakt. Maar dan ook met bordjes, hoedjes en zo. En de samenwerken, dat ging ook heel goed. En dat vond ik ook heel leuk. Dus daarom was het ook, denk ik, goed. Doei! Ja. Hoi, ik ben Chiba. Mijn hobby's zijn voetballen, zwemmen en boksen. Ik ben 10 jaar oud. Wat ik bij Playing Success heb geleerd, ik heb zelfvertrouwen geleerd en samenwerking. De leukste opdracht vond ik Rijn Rot en Dip Dip. Doei! Ja. Ik ben Alex, ik ben 12 jaar. Mijn hobby's zijn voetballen en gamen. En mijn leukste vakken bij Playing for Success zijn de lipdub en rijden rot. En ik heb geleerd om meer vragen te stellen. Doei! Ja. Ik ben Roy, ik ben 12 jaar oud. Mijn hobby's zijn is voetbal. En wat ik heb geleerd bij Playing for Success... doorzetten, ook al vind ik iets moeilijks. En het leukste ook bij Play for Success, want was de rondleiding. Doei! Hoi, ik ben Tara, ik ben 11 jaar. En mijn hobby is korfbal. Wat heb ik geleerd bij Play for Success? Doorzetten, ook al vind ik iets moeilijk. En wat is het leukste bij Play for Success? Wat ik heb gedaan, vond ik de rondleiding. Doei! Hoi, ik ben Esther. Ik ben 12 jaar oud en mijn hobby's zijn atletiek en tekenen. Het leukste wat ik hier heb gedaan, vond ik de lipdub. En wat heb ik hier allemaal geleerd? Ik heb geleerd om door te zetten, ook al vind ik iets moeilijk. En geleerd om minder bang te zijn om fouten te maken tijdens de toets. Doei!